Hallo, ik ga je laten zien hoe je met Qt Creator, zo heet het, zo schrijf je het, Qt Creator, Qt spreek je het uit, hoe je daar een simpele graphical user interface programma mee maakt. En dus iets met windowtjes, met venstertjes. Nou, start de Qt Creator op. Qt Creator. En bij jou is het waarschijnlijk leeg. We gaan hier nieuw project doen, dat betekent nieuw project. En we kunnen uit een hele hoop projecten kiezen. En diegene die wij nodig hebben zit gewoon bij Application en het heet een Qt Widgets Application. Dat kiezen we. We moeten het een titel geven. Nou, voorbeeld noem ik het. Gaan we naar de volgende. Dit is altijd goed. Dan gaat hij vragen iets met classes. Geen flauw idee wat dat doet. Gewoon next. Projectmanagement met Git, geen flauw idee hoe wat dat doet. En hier zien we onze eerste code. En deze code hoeven we echt nog niet te snappen. En er zijn ook meerdere bestanden met code. Ik zal ze hier laten zien, dat kun je allemaal uitklappen. We hebben 1, 2, 3, 4, 5 bestanden al. En als we hem runnen, dat doe je hier linksonder, starten we het programma en dan zien we dat we een leeg window hebben. Nou, waar is het leeg window? Daar. Ja, daar kunnen we niks mee doen. Ja, we kunnen heel veel dingen mee doen. We kunnen bewegen zo. En sluiten. Ja, meer verwacht je ook niet, want we hebben nog niks gedaan. Nu gaan we iets ermee doen. We gaan naar mainwindow.ui. UI betekent User Interface. Dus waar de gebruiker, dus wij, het programma zien. Nou, we noemen het bijvoorbeeld, dit is mijn programma. Bijvoorbeeld, dan wordt een menu wordt dat. Nou, dat gaan we niet maken. Ik ga dit hernoemen naar menu. En wat ik ga doen, ik ga er een knop op zetten. En wat ik ga doen is, ik ga een dial erop zetten. En een label. En even kijken of er nog meer coole dingen zijn. Nou, volgens mij zijn dat wel mijn favoriete dingen die ik er nu op heb. Oh ja, de progress bar vind ik ook leuk. En nog iets voor de gebruiker om te typen. Spinbox. En line edit box. Als we hem nu runnen. Gewoon weer op run. Dan hebben we een programma gemaakt. Die er al mooi uitziet. Je kunt op klikken. Je kunt dit ding veranderen. Je kunt hier typen. Textlabel doet niks. Progress bar doet niks. Je kunt de dial kun je draaien. Dit is het begin van het maken van een grafisch programma. Met Qt. Ik hoop dat je het een fijne video vond en ik wens je nog een hele fijne dag. Houdoe!